We vragen ook Marina Herman op het podium. En waarom, dames en heren? Marina heeft in haar doosje de nummers 1 tot en met 17. Eén nummertje schiet over en dat wordt dan nummer 17. Zo weten we meteen het volgnummer voor de komende maanden en op de grote finale in de Schouwburg. Dus, Chloe, trek maar jouw volgend nummer. Ben je opnieuw nummer 1 of... Jij bent het nummer 13. En u moet weten, dames en heren, elke finaliste die doorgaat, die heeft ook een sponsor verbonden aan haar nummer. Waar ze iets moeten voor of mee doen. En aan het nummer 13 is verbonden Steven Ongena, onze ballonvaarder. Daar zal jij iets mogen mee doen. Cynthia, uw manieren houden, zeg. Van de grond gaan met een ballonvaarder. Allee, allee, allee. Goed, we gaan snel naar de volgende, al dan niet bekendmaking. Stefanie Aerts. Geselecteerd. Stefanie, van harte proficiat. Stefanie, niet met de rug naar de mensen. Trek maar even jouw nummertje. Nummer 6. Voor de komende maanden. En jij mag meteen een opdracht uitvoeren voor Mike Losset van Nele. De volgende kandidaten. Amélie de Bond. Geselecteerd. Proficiat, Amélie. Jij hebt het nummer 4 en jij mag een opdracht uitvoeren de komende maanden voor de oude advocaat. Onze volgende kandidaat, Indira Koreman. Geselecteerd. En wat is het volgende nummer de komende maanden voor Indira? Ja! Het nummer 1. En Indira, jij mag een opdracht uitvoeren voor Sani Netto. Volgende kandidaten, wordt zij finaliste of niet? Alexandra Jakubček. Geselecteerd. Ik hoorde daar al tuurlijk zeggen vanuit de zaal. Is niet altijd het geval als men zich niet goed heeft ingezet bijvoorbeeld. Want ook daar stonden punten op. Het nummer 6. Jij hebt het nummer 6. Dat zal wel 9 zijn, want jij hebt 9. Dan was jij verkeerd. Oké, dan heb jij een opdracht bij de bedeler. En heb jij een opdracht bij Nele Maiklossen. Oh, je bent daar wel gelukkig mee, precies. Goed zo. Dus, Stefanie, jij zit bij de bedeler. Tot jouw grote vreugde, ik zie het. De volgende finaliste, Romina D'Acquisto. Geselecteerd. En Romina heeft het nummer 8. Even kijken. Jij mag een opdracht uitvoeren voor Trappen Platjo. Onze volgende kandidaat is Stefanie Arcati. Niet geselecteerd. Zeer spijtig, Stefanie, maar van jou moeten we afscheid nemen. In ieder geval, Stefanie, je bent van harte welkom met een tweede persoon op de finale gratis. Mocht je nog willen, ben je van harte welkom op de finale. Volgende kandidaat is Shawnee Velter. Geselecteerd.
Shauni heeft het nummer 15. Jij mag een opdracht uitvoeren voor Schoonheidsinstituut Natural. Kei tof, hoor ik je dan zeggen. Volgende finaliste of kandidaten die misschien finaliste wordt, is Darleen Heijmans. Geselecteerd. Straks kunnen jullie uitgebreid foto's nemen van uw finalisten natuurlijk. We moeten eerst even door dat protocol. Zij heeft het nummer 7. En jij mag een opdracht uitvoeren voor de webmaster Darwin. Dan hebben we kandidaat nummer 10, Adinda Yusuf Asnot. Geselecteerd. Adinda, even kijken welk nummer jij hebt voor komende maanden. En jawel hoor, jij mag een opdracht uitvoeren. En je hebt tweemaal het nummer 10, kijk eens aan. Jij mag een opdracht uitvoeren voor Zumba Temse. Kandidaat nummer 11 vanavond was Caro van Hoven. Geselecteerd. Zij heeft het nummer 11 en mag een opdracht uitvoeren de komende maanden voor Belle Fleur. Dirk. Kandidaat nummer 12 van vanavond was Janelle Chanel. Niet geselecteerd. We nemen jammer genoeg afscheid van onze lieve Janelle. Maar ook jij natuurlijk bent van harte welkom gratis met een tweede persoon op de finale. Onze volgende kandidaten had het nummer 13 vanavond, Sarah van de Velde. Geselecteerd. Nummer 5. Marina, trek jij een beetje het lintje recht over de schouder. Nummer 5. Jij mag promo maken voor het atelier. Dan gaan we naar kandidaat nummer 14. Dat is Kimberly van Wallen. Geselecteerd. Het nummer 3. Jij mag een opdracht uitvoeren voor onze houtsmid Hans Nagy. Kandidaat nummer 15 vanavond was Kaylee van den Branden. Geselecteerd. Nummer 14. Jij mag een opdracht uitvoeren voor Christophe de Roore. Dan gaan we naar kandidaat nummer 16 van vanavond, Renske de Pachter. Geselecteerd. Het wordt spannender en spannender. Evelien is nerveus, Bo is nerveus. Maar we gaan eerst even luisteren. Kandidaten A, nummer 2, inderdaad. Jij mag een opdracht uitvoeren voor Nissan de Witte. Een weekje met Aurélie haar wagen rijden, bijvoorbeeld. Goed, de volgende kandidaten van vanavond, nummer 17, Hanne de Jonge. Geselecteerd. Thank you.
zijn nog steeds twee meisjes in de running en twee meisjes die afvallen vanavond. Wie zal het zijn? Nummer 16, jij mag een opdracht uitvoeren voor Kimbo. Later zal allemaal duidelijk worden, dames en heren, wat die opdrachten zijn natuurlijk. We gaan naar kandidaat nummer 18, Evelien de Smet. Geselecteerd. Nummer 12, even kijken. Jij mag een opdracht uitvoeren voor Ceremonie LPP. Met hen gaan ze met de luxe autobus op daguitstap en ze hebben ook limousines waar een en ander mee kan gebeuren. We hebben nog één finaliste bekend te maken. Als het de volgende kandidaat is, wil dat zeggen dat de twee die erna komen eigenlijk afvallen. Is dat het geval? Of niet? Bo, ben jij geselecteerd of niet? Geselecteerd. Bo Meerte, geselecteerd. Ja.